Welkom bij deze podcast rondom de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie, de permanente expositie van het Nederlands Fotomuseum. En mijn gast, mijn gast is vandaag Jaap Herschel, van wie een foto in de Eregalerij is opgenomen. Dolemina's. Dolemina's demonstreren voor het recht op geboortebeperking en abortus met de strijdleus baas in eigen buik. Utrecht, 1970. Mijn naam is Baram Stedegen, ik ben schrijver-journalist. En um, ja, um, ja um, u, jij, uh, toetwaaieren of niet? Jij. Jij, precies. Jij bent van 1940? 40, 40 ja. 40, ja. Um, eerst een, een kleine vraag van mij. Toen je hoorde dat jouw foto was opgenomen in de eregalerij van de Nederlandse fotografie. De eregalerij. Wat vond je ervan? Wat ging door je heen? Wat dacht je? Natuurlijk een eer. Maar, moet ik er gelijk bij zeggen. Qua fotografie vind ik het gemiddeld. Ik heb wel wat mooiere foto's gemaakt. Maar dit is natuurlijk toch een... Nieuwsitem wat meeloopt. Vandaar is het leuk om, om daarin te staan. Ja, oké, okay, daar gaan we het straks over hebben: over dat, dat uh, onderscheid dat je maakt over mooie foto's. Wat verstaan we daaronder? Is, en iets wat nieuwswaarde. Of die twee elkaar bijten of niet. Maar voor nu even een kleine opmerking over die keuze hè, van de Eregalerij. Kijk, het Fotomuseum heeft 99 foto's geselecteerd. Maar is zich er bewust van dat elke foto klaar hè? Elke foto um, is, een, um, ja, is een selectie, hè? is vertekend, is biased. En daarom heeft het museum het publiek gevraagd om mee te denken. Iedereen kan heel simpel, mensen die bijvoorbeeld naar een museum gaan, die kunnen heel simpel met een uh, QR-code scannen en een foto uploaden. Dat heb ik zelf ook gedaan. En dan is je foto, wordt het als het ware opgenomen als plus één... He, mm -hmm. Dan heb ik 100 foto's, 99 eregalerij plus 1. wordt het opgenomen in het museum als het ware. Ik, we gaan aan het eind gaan we een paar foto's met elkaar bespreken van de ingezonden foto's kijken welke je uh, leuk vindt. Bij gebrek aan beter woord. Um, ik zou graag zo meteen de foto van Dolomitas met jou uh, 1970 willen bespreken. Maar, uh, en over de totstandkoming van die foto, de tijdgeest. Wat was wat, het? Is een foto, maar weet je wat is de Omgeving van de foto. Maar eerst, uh, hoe ben je een fotograaf geworden? Mijn vader was fotograaf. Max. Max. Um, een heel ander soort fotograaf als ik. Wat voor fotograaf was hij? Hij deed van alles en nog wat. Als hij er maar uh, geld mee kon verdienen. Het ja. maakte hem niet uit of het een pasfoto was... Of een, een persfoto, alles was mooi. Bruiloft, begrafenissen. Nou, dat nou weer niet. Bar Mitzvas, besnijdenissen, ja. alles kon ja. langskomen. Ja, precies. Oké, okay. ja. Ik was daar wat kritischer in. Ja. Ik was gek op fotojournalistiek. En dat heb ik ook tot uh, een jaar of 15 gedaan. En het stomme is dat je dan een soort chefje wordt. En dan. Is de fotografie komt op een tweede plaats en het organiseren op de eerste plaats? En terugkijkend vind ik dat eigenlijk wel jammer, want dan ben je, uh, had je elk ander beroep ook kunnen nemen. Ja, even voor de collega. Je zegt, ik was een chefje, dat zeg je heel, heel bescheiden. Maar uh, uh, ja, ik heb de mazzel gehad om jou uh, op te kunnen googlen. En um, had ik het dan goed begrepen dat je fotovakschool hebt gedaan? Ja. ja. En ook uh, tijdens dienst heb je ook uh, uh, voor Vo de fotoafdeling van het leger. Leger film en fotodienst. Juist, ja. En, uh, en je was bij de fotojournalistenvakbond uh, betrokken. Ja, ja, nee. Bestuur. Voorzitter en, geweest een ja. tijdje. En, echt durf ik te zeggen, misschien voor ons als eenvoudige burgers: kroon op je werk. Je, zat, je was ook betrokken bij World Press Photo. Ben ik jurylid geweest? Precies. En nee, nee, bestuurslid. Ja, dus een aantal jaren, hè? Ja. Nee, zes jaar, geloof oh, ik. Nou, langer. Ja, ja. Uh, dus ja, you have been around the block. Je bent niet van gisteren. Nee. Ja, je hebt zowel foto's gemaakt als bij bestuurlijke functies heb je ja, gezeten. Inderdaad. Ja, en uh, nou, dan wil ik graag met jou de uh, Dolemina's uh, foto's met jou bespreken, 1970. Ik wil er gewoon alles over weten, weet je wel. Wat is, welke weg bewandelen wij om daar te geraken bij die foto? Wat, wat gebeurde er die dag of rond die dagen? Hoe, hoe kwam je daar terecht? Ik kreeg een uh, opdracht, een tip van een dagblad. En uh, de dames zouden aankomen op het station... In die tijd uh, had ik een relatie met een hele aardige dame. die zich ook in deze uh, scene be begaf. Vlakbij het station wonen we. Het station Utrecht, Utrecht daar hebben we ja, het over, ja. Hè? Ja. We kwamen aan, zij kwamen aan en ik uh, ben daarheen gegaan. en nou, ze deden hun broefjes omhoog. hadden die teksten al opgeschreven, sommigen niet. En nou, ik heb een paar foto's gemaakt. Baas in eigen buik. Baas in eigen buik. Was jij de enige fotograaf daar? Ik was de enige fotograaf, ja. Vanwege die ene tip? Ja, ja. maar uh, met name Eva Bienjeu, De bekende fotografe. Uh, ja, ja, die al jarenlang uh, deze strijd volgde foto en fotografeerde. Die was teleurgesteld dat zij daar niet bij was. En uh, heel veel mensen dachten ook elke keer dat deze foto door haar gemaakt was... Maar ja, dat was dus niet zo. Dat vond ze wel jammer. Ja, het is natuurlijk een heel herkenbaar verschijnsel: iemand die een bepaalde stroming, een bepaalde ontwikkeling heel lang volgt, en dus een heel document, documentaire ja. maken. En dan is toevallig iemand anders net ja. op de juiste plek, op het juiste tijdstip, en die maakt de foto. En dat was jij. Ja. Ja. Mazzelaar. Ja. Ja. <laughs> Ja, maar ja, als ik uh, zo vrij mag zijn om te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat jouw aanwezigheid als man daar in die tijd. Uh, ja, dat was de tweede feministische golf. Sommige mensen waren ook behoorlijk radicaal. En dan de helft uh, van de. Van, je ziet hen hun uh, trui of blauzen optrekken. Dus je ziet gewoon mm -hmm. blote buik. Wat vonden de vrouwen, kan je nog herinneren... wat vonden ze van jouw aanwezigheid als man met een, met een fototoestel? Nou, heel veel zelfsprekend. Ze vonden het niet erg in ieder geval. Ja. En uh, nou, laten we even de foto voor de volledigheid beschrijven. Um, als ik een uh, aanzet mag geven. Ja. We zien een uh, aantal vrouwen uh, op de foto. Een stuk of vier, vier en een half. En een van hen, de vrouw in het midden... Kijk, recht de camera in. Dat is bijna gewoon tegen alle regels in. Hè? Die foto moet je niet gebruiken, weet je wel. Iemand die zich heel erg bewust mm -hmm. is van de camera. Maar ze kijken de camera in en dat is hem geworden. Vertel eens hoe... Uh, uh, en, en jij ziet ook van onder heb je die foto gemaakt. Ja. Is, is het... Uh, ja, ik wil mm, die buiken goed zien natuurlijk. Als die, je, mm. Logisch, ja. <laughs> ja. Maar goed, ik had er een stuk of vijf, nee, wel, wel tien... Van dit soort foto's die allemaal op elkaar lijken. En nou, men heeft deze uitgekozen, maar. die andere negen zijn ook goed. Die... Ja, kan me voorstellen, ja. En um, hoe heet dat? Je hebt dus meerdere foto's gemaakt. Hoe lang was je bezig met die fotosessie? Uh, twee minuten? Nee. Ja. Je hebt in twee minuten een foto gemaakt. die het gewoon een plek heeft gevonden, nee. in de, uh, uh, gekregen. Uh, in de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie. Het, was een, een, het waren een mooie twee minuten, hè? Ja, maar ja. fotojournalistiek is natuurlijk altijd een seconde werk en... Ja. En, en Jaap, ken je het? Uh, een, een onderzoek uh, een aantal jaren geleden is geweest. Iemand heeft uh, gekeken welke foto is de meest... Uh, gebruikte, herkende foto in, de, in Nederland, hè? Mm -hmm. Ken je dat onderzoek? Nee. Heeft iemand gedaan. En uh, dus vooral de schoolboeken gekeken. Want de schoolboeken vertellen ons... Mm -hmm. wat onze geschiedenis... wat onze gedeelde geschiedenis is. En, um, en van al die foto's, hè... die je in al die jaren... pak een beetje, uh, geloof ik, 80 jaar... wat je in de schoolboeken tegenkwam... jouw foto... Stond op gedeeld plek 2. Van alle foto's is de meest herkende foto. Gewoon alle scholieren in Nederland hebben dat gezien. Mm -hmm. En? Nou, ik verwachtte nu dat je iets zou zeggen van: Wauw, wauw mm -hmm. had ik niet verwacht. Wat een eer. Maar je doet echt, eh, je glimlacht. Van ja, ja, het verbaast me niks. <laughs> nou ja, ik, is, <laughs> ik blijf een verschil maken tussen de foto en het onderwerp. En Vertel hier wint het onderwerp. Maar. Qua foto is het natuurlijk niets bijzonders. Er kunnen nog uh, duizenden fotografen in Nederland dit maken. Je moet erbij zijn, je moet het moment uh, hebben. En als je daar bent, ja, dan is het een kwestie van klik, 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 klaar. Ja, oké. Okay, en, en nu je toch vraagt wie de andere foto's waren, wat de andere foto's waren: uh, de eerste was de foto van uh, Troelstra... Uh, van de leider van de SD ja. SDAP. En die was dus het vaakst uh, afgedrukt aan jouw foto. Uh, was gedeeld uh, tweede samen met de foto van uh, uh, soevereiniteitsoverdracht Indonesië in het paleis op de Dam, 1949. Echt gewoon dingen die met de mijlpalen in onze geschiedenis ja. te maken. Hè? Opstand... Van de arbeiders, weet je, en dan uh, Indonesië. En tussendoor komt Jaap Herschel met zijn baas eigen buik. Baas zijn eigen buik. Wat, wat kan je nog herinneren uit die tijd, uit de jaren zeventig, uit die, uit die tweede feministische golf? Wat kan, je ons, wat kan je mij meegeven? Want ik heb het niet bewust echt meegemaakt. Ja, ik zat een beetje in die scene. Mijn vriendin destijds zat er helemaal in. Na afloop van deze foto zijn al die vrouwen ook. In ons huis, wat we toen in de spoorstraat in Utrecht uh, hadden, uh, koffie gaan drinken en, en thee. Uh, we zaten echt in die hele scene. Dus, um, wat markeerde die scene? Wat was typisch voor die scene? Zelfstandigheid van vrouwen, maar ook de muziek. Je had in die tijd de Flight, Flight 1 en Flight 2, waarin muziek zoals je nu bij festivalen was toen eigenlijk het begin. Dus dan ging je de hele nacht door in die muziek. De hele nacht door? Uh, ja. Sorry, flight 1 en flight 2, dat zegt mij niet nee, heel veel. Dat zo. waren dus hetzelfde als wat je nu een, een uh, festival hebt. Ja. En, maar dan was dat uh, in, in Utrecht, in de jaarbeurshallen. En, uh, en het ging de hele nacht door? Ja. Nou, Wauw, en ik mag hopen allemaal gewoon op een wat, uh, met een beetje hulp van uh, LSD of iets nou, dergelijks. Of dat of viel mee, nee. Viel mee? Ja. Oh, nou dat klinkt uh, perfect, ja. Nee, ik heb zelf ook nooit iets gebruikt en uh, in de omgeving was er ook eigenlijk niet zoveel. Ja, ik geloof je op je bruine <laughs> ogen. <laughs> Jaren zeventig, fotograaf in die scene en je hebt niks gebruikt, oké. Okay. Nee. Oké, okay. ja. Flinke jongen. Um, Oké, okay, en wat, wat deed het ja met jou? Heeft, heeft het je iets gebracht als man? Dat je denkt, ja, daar stond ik niet bij stil. En juist door de omgang met die beweging, met die vrouwen. Nou, je werd natuurlijk zelfstandig daardoor. Uh, ik was getrouwd, maar ben ook toen in die tijd gescheiden. Je deed je ogen meer open en je kwam tot andere dingen. Uh, zoals ik toen ook uh, anders ging leven. Ik, ik ging veel naar Parijs. En het leven werd toch wat, wat voller, wat, wat ruimer. Ja, vrijheid, blijheid, de jaren ja. 70 ja. jaar, Klopt ja. dat echt? Ja. Een beetje dat hippie-verhaal. Ja ja? ja, ja, ja. Dus dat was. Uh, ja. Leuk. Ja. Heb je toen um, gerealiseerd? Heb je echt gedacht: wauw, wauw deze foto. Dit is echt een heel. Uh, dit kan wel eens een heel bijzondere foto worden. Ik wil niet zeggen, dit kan wel eens de twee uh, beste foto, weet je, meest herkende mm -hmm. foto van Nederland worden. Hè? Maar heb je dan gerealiseerd dat dit gaat, gaat nee, wel eens verder? Nee, ik begin niet. Pas toen ik heel veel publicaties zag en ook wereldwijd mm -hmm. foto werd gepubliceerd, mm -hmm. allerlei buitenlandse kranten. Toen dacht ik, hey, toch wel bijzonder. Oh, je zei ook in het buitenland is het ook ja, opgenomen. Heel ja, heel veel, ja. Ja. En uh, weet je waarom met dit... Uh, weet je wat is de kracht van deze foto? Ja, je ziet blote buiken, maar je ziet eigenlijk niks. Het is geen uh, sexy gebeuren. Geen, er, uh, geen erotische geen foto. Geen erotische foto. Terwijl je het soms bloot, of vaak bloot met uh, erotiek uh, ja, associatie. Hier dat, niet. En ik denk dat daarom ook die dames het helemaal niet erg vonden om zo gefotografeerd te worden. Ja. Um, Iets anders is dat je, zoals ik zei, je hebt echt overal gezeten, hè? verschillende soorten foto's ook gemaakt. Hè? Um, ik zag ook een, uh, een oproep van jou op Facebook van een aantal jaren geleden: dat je op zoek was naar een, um, een uh, keeper, Frans uh, de Munk. Uh, ja, ja, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. En de Black Panther, hè? Ja. Ik zag zo'n foto had jij gemaakt, hè? Ja. Dus ben je ook sportfotograaf geweest? Ja, in ik het ik begin heb ik heel veel sport gefotografeerd, ja. Hoe ben je daarin beland? Dat was het dagelijks werk. Je, je, je was niet alleen sportfotograaf, je deed alles. Gewoon brood op de plank, zeg maar. Ja, een krant had een fotograaf. En die huurde je in voor, voor brandjes, voor ongelukken, voor. Openingen, maar ook voor sport. Ja. En dat werd een verlengde. En daarbij was, eh, als je het nu vergelijkt met eh, de sportfotografie van nu en toen. Ik ben begonnen met een Speed Graphic. Dat zeg je niks waarschijnlijk. Dat is een, een soort platencamera. Nee, nee. En wat? Platencamera. Um, en dan kon je één foto maken, en dan moest dat weer vernieuwd worden. Ja, ja. Nou, tegenwoordig druk je op een knop brrr, en heb je twintig ja. foto's. Ja. Nou, dat was toen niet. Um, en ik was wel goed in het moment kiezen. Dus je hebt maar één tiende seconde om het af te drukken. En dan moet het er ook op staan. Ja. En niet drrrrrt, ja, ja. dat je op je gemak kan kiezen later. Ja ja, Want zoals ik zei, die, die, die foto die je had gemaakt in uh, 1957, hè, ja. had je die foto gemaakt, hè, van uh, 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 Frans de Munk, de keeper, de Black Panther. En dan echt, het is een prachtige foto, kan ik echt iedereen aanbevelen om het op te zoeken. Je ziet hem echt duiken. Ja. En dan met dat haar en, en echt zo ogen open en zonder handschoenen. Ja. Keeper zonder handschoenen, hè? En de bal erbij. En wat? De bal. De bal erbij. Ja, precies. Zo'n bruine leren. Bruine bal, ja. Precies, ja. En nu werd... Je vertelde net iets tussen neus en lippen door over het verschil van toen aan nu. Als je nou in die rijke geschiedenis van jezelf... Wat zou het zijn? Meer dan 50 jaar fotografie? Ja. Ja, zestig jaar misschien zelfs. ja. Nee. Ja. Dat wat ik al zei. Ik heb dus eigenlijk... Maar twintig jaar gefotografeerd. En ja. daar werd ik chefje. Ja. <laughs> um, dus die fotografie is eigenlijk veel minder. als die tijd dat ik in de fotografie heb gewerkt. Ja, ja precies. Dat je aan de andere kant van de, ja. van de tafel zat. Als, ja. als fotograaf, als bestuurder. Ja. En ik uh, vraag me, als je zo bekijkt. Hè, uh, wat zijn voor jou de grootste veranderingen geweest de afgelopen tijd? Zowel misschien technisch, maar ook inhoudelijk. Nou, technisch. Is er heel veel veranderd? Wij werkten dus in het begin. Ik ben opgeleid in Den Haag met een platencamera, zoals ik ja, al zei, ja. speed graphic. Ja. En dan ging je op pad met zes negatieve, zeg maar, zes platen. Kon je ook maar zes foto's maken? Ja, en dan moest je dus een, een hele goede keus maken, maar ja. zes platen voor vier onderwerpen bijvoorbeeld. Oké, okay, dus je kon maar anderhalf uh, ja. foto per onderwerp, kan ja, je ook weer ja. kiezen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, ik wil je niet, zeg maar, de, de presentatie van, van dat bericht valt of staat met jouw keuze. Ja. Want je kan niet uh, heel veel foto's aanleveren aan nee. de redacteur. Eén. Ja, één. Ja, ja. Oké, okay, dat is. Uh, en wat, wat? Dus los van de techniek, want de techniek kan ook natuurlijk invloed hebben op je inhoud. Het, wat zie je nou voor, voor grote veranderingen qua inhoudelijke foto's? Bijvoorbeeld, als we kijken naar iets waar jij betrokken bij bent geweest: World Press-foto. Zie je daarin bepaalde uh, verandering, trends? Je ziet dat de overheid veel meer regisseert. Dus je kon vroeger veel vrijer je bewegen. En tegenwoordig staat, staat er achter elke politicus een voorlichter of twee of drie. En die bepalen min of meer waar je mag staan en waar je niet mag staan. Neem je aan de hand, daar mag je staan en niet anders. Terwijl die vrijheid vroeger. kon je doen wat je wou eigenlijk. Ja. En dat is een groot verschil. Ja, en um, ik kan me herinneren als je bijvoorbeeld over de Vietnamoorlog hebt. dat heel veel verslaggevers die toen naar die oorlog gingen. die vrijheid die ze kregen, vonden ze fantastisch. Ze konden alles maken, maar dat was ongeveer de laatste grote oorlog. waar je dat soort dingen kon doen. Daarna gingen alle, alle ramen dicht. Ja, heb nou, ik begrepen, ja. Als je in de geschiedenis kijkt, de oorlog 40-45, de fotograaf ook niks hoor. Oké, okay, dus het was toen al uh, ja. die beperking. Uh, ja, ja, ja. oké, okay, dus dat vind jij, als ik vraag, maar het is een negatieve ontwikkeling, vind je? Ja, zeker. Ja. Maar ja, als dat het geval is, hoe moeten wij, of hoe moeten, zeg maar, collega-fotografen, hoe, hoe moeten ze daarmee omgaan dan? Hè? Heel moeilijk, je moet. Uh, Heel goed met, met die voorlichtjes om kunnen gaan, wil je een goede plek krijgen. Ja. Er zijn, ik heb heel veel Koninklijk Huis gefotografeerd ook. Er waren maar een aantal fotografen die daarbij mochten. Ja. En wat mocht je erbij? Je moest een beetje slijmen met die voorlichters. En dan mocht je bij zo'n onderwerp, anders kwam je er überhaupt niet in de buurt. Ja, want ik zag niet dat die foto's van je Koninklijk Huis, zag ik ook van jonge Beatrix. Ja. Echt tot. Oude Beatrix, echt. Uh, Bernard kwam uh, om de hoek kijken. Ja. Klaus en echt alles en iedereen. En dat, als ik vraag mocht, dat slijmen, wat betekent dat? Hoe deed je dat? Um, nou, aardig zijn tegen die voorlichters. Ja, ja. Uh, ze een keer meenemen, een etentje. Uh, ah, Oké. Okay. En dan uh, stond je in een ho hoge ranglijst. En er mochten dan op een bepaald moment drie fotografen mee. Je moest je zorgen dat je bij die drie kwam. Was je vijfde, dan was je er. Ja, weet je dan niet. Ja. Mocht je de aankomst fotograferen en dan was het klaar. Ja. Nou, een vriend van mij die... Een vriend die... Een fotografe die uh, zag die ontwikkeling... vond ze ook heel vervelend. Weet je, al die persvoorlichters. En soms meerdere bij één en dezelfde ja, ja. persoon of bedrijf. zei, weet je wat? Ik ga alleen maar foto's maken van de persvoorlichters. <laughs> hoeft die hele hoofdpersoon niet meer. Want blijkbaar is dat het belangrijkste. Uh, ik wil graag zo uh, langzamerhand uh, met jou een paar uh, foto's van uh, de plus 1. Uh, foto's met jou bespreken. Want voor de volledigheid... mensen kunnen een foto naar het museum sturen... heel makkelijk, QR uh, scannen... en dan en die foto's krijgen te zien... als je de, naar de website gaat... als je de app van het fotomuseum uh, opent. En uh, ik wil een paar met jou bekijken... en dan één daarvan uitkiezen... dat je zegt, oké, okay, ik vind deze foto aantrekkelijk... bijzonder of wat dan ook. Ja? Dus uh, ik pak even nu uh, die uh, foto's... en dan gaan we kijken welke foto je, jou aanspreekt. Ja? Prima. Ik zie hier een foto van een zwembad-scène ongeveer. Ja, met een been daarvoor, dus een beetje kunstzinnig. Een insect, een rood insect. Ik zie een, iemand die met tegenlicht aan het. is het op het strand aan het drinken is. En. Mijn foto, gefotografeerd weer. Ja, precies. Dat is jouw foto, dolomina's, maar het is gefotografeerd door een bezoeker hè? Ja. en geüpload. En ik lees even het, het uh, onderschrift, want het vind ik wel, bij gebrek aan beter woord, interessant. Leuk. I took this photo of the dolomina's because of the current events in the USA. I used a kale kaleidoscope lens to repeat the message. Dus een bezoeker uit de VS, waarschijnlijk, heeft die foto gemaakt. om het in perspectief te plaatsen. van hé, hey, de strijd die nu in de VS gevoerd wordt. werd door jullie, weet je, of door. ja, ja 50 jaar geleden, werd het zo mooi in. het uh, beeld Ja, mooi. Ik ga even door. Je kijkt aandachtig. Even een moment van stilte. Ja. Ik denk dat dit. Deze? Nee. nee deze. Deze. Even kijken, It staat bij de description, hoe heet het, de bes beschrijving, serie die ik heb gemaakt van een vrouw die op de weg van hopelijk herstel zat van borstkanker. Mijn opzet was om haar kracht te verbeelden. En uh, het is, uh, de naam van de persoon staat niet bij. Maar ja, dus het is een serie mm -hmm. of een vrouw, borstkanker, en uh, probeer ze te, 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 te herstellen. Ja. Vertel eens, sowieso, beschrijf die foto. Een vrouw die weinig haar, heel kort geknipt, was kaal door de chemo waarschijnlijk. En toch een vrolijke... Uitstraling. Een foto die me wel aanspreekt. De blijdschap, de vrolijkheid eruit. Ja. Toch een zieke vrouw die ja. toch heel uh, goed naar voren komt. Ja. Is het ook vanwege de beschrijving van de foto, van de foto uh, zeg maar bijschrift, dat je dat belangrijk vindt? Nee, ik heb de bijschrift geen eens niet eens gelezen. Niets gelezen, ja. Want even heel, het is een van die dingen die ik heel interessant vind. Je kent de gez, uh, gezegde, wat was het? Een foto zegt veel meer dan een duizend woorden. Maar ja, zoals uh, het? Een, iemand anders zei, ja, maar een foto zonder bijschrift zegt helemaal niks. Dat kan heel goed wel. Dat kan heel goed in dit geval ja. bij jou, ja. Jij ging gewoon echt op de compositie ja. en de, de uitstraling van de foto. Uh, wat dat betreft. Ik ga zo een beetje richting het einde van dit gesprek. Hè. En ik weet dat het een, uh, misschien een heel grote vraag is. Maar je mag het zo klein maken als je zelf wil. Hè. Als je zo terugkijkt naar je eigen carrière. Al die foto's die je zelf hebt gemaakt. Maar ook weet je, foto's die je hebt moeten selecteren. als bestuurslid van al die commissies. WordPress mm -hmm. foto, Nederlands fotojournalistiek. Die foto's die voorbij zijn gekomen. Wat is de, de les, het advies dat je, dat je aan een beginnende fotograaf kan geven. Van nou, let daar en daar een beetje op. En wie weet, weet je wel, misschien kan je het ook redden. Als je jong bent, is een paar keer naar een goed museum. Ja, ik luister, ga door. Ik kijk naar schilderijen. En dan zie je hoe mensen die schilderen, naar de compositie kijken. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je fotografeert. Die compositie is toch iets waar je constant mee bezig bent. En als je dat goed doet, dan volgt de rest vanzelf. Heb je het ook zelf zo gedaan? Ja. ja? Naar welk museum ging je nog? Welke schilderijen spraken jou aan? Nou, of welke niet, composities? Niet, niet direct, maar wel gewoon de manier van kijken van schilders. Ja. Ook als je in het buitenland bent, is dus een museumpje inlopen en kijken hoe men daarnaar kijkt. En voorbeelden, zoals mijn grote voorbeeld is Ed van der Elske. Op de manier waarop hij keek, ja, ja fantastisch. Ja. Bedoel je ook vooral zijn straatfotografie? Ook ja. ja. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld Klaas-Jan van der Wij, Dat vind ik een superfotograaf. Die, die, naar mijn gevoel, te weinig verdiening krijgt nog in Nederland. Ja, ja. Nou, die naam zegt me wel wat. Uh, uh, maakt hij vooral voor. Uh, Volkskrant. Uh, ja, ja, Volkskrant, ja, 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 ja. Ja, oké, okay. dat zijn goede, uh, goede voorbeelden. Um, ja, ik weet eigenlijk voor dit moment denk ik genoeg over die bekende foto van jou. Mm -hmm. uh, waarvoor ik je echt enorm dank. Want uh, ja, wij kennen als baas in eigen buik. Maar ik had me echt tot een paar jaar geleden nooit echt gere gerealiseerd dat er ook een, daadwerkelijk een iconische foto van bestond. Sterker dat het tweede. Meest afgedrukte foto van Nederland is. Uh, dus waarvoor dank. En fijn, dank voor je gastvrijheid in je uh, eigen huis. En, uh, en zoals ik ook eerder zei tegen de luisteraars: uh, iedereen heeft de mogelijkheid om eigen werk toe te voegen. als een soort commentaar op de eregalerij. En wie weet, bespreek ik volgende keer uh, jouw foto met een bekende fotograaf. Dat gezegd hebben, zeg ik. Gaat allen in vrede. Graag gedaan. Dat gaan ja. we een